Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben nu op stal aangekomen. Ik ga zo eventjes lekker rijden. En van het weekend heeft Dennis vrij gehad, omdat ik natuurlijk naar Paardenyoutubers live event was. Dus vandaag mag hij weer lekker aan de slag gaan. En ik heb ook mijn nieuwe cap binnen van GPA. Dat duurt altijd een aantal weken, omdat ik hem namelijk helemaal zelf heb samengesteld. Hij is wel echt ontzettend gaaf geworden. Ik heb hem al eventjes gepast, maar vandaag ga ik er voor de eerste keer mee rijden, dus ik ben heel erg benieuwd wat ik er dan van vind. Gereden in de buitenbak en dit was eigenlijk echt veel braver al dan vorige week. Hij heeft natuurlijk dit weekend een beetje rust gehad, dus ik had verwacht dat hij dan best wel een beetje hoog in zijn energie zou zitten. Al heeft hij van het weekend wel echt lekker in de paddock gerend en hij heeft wel gewoon wat gedaan de twee dagen. Maar eigenlijk was hij echt meegebracht, we waren ook gewoon paarden aan het logeren en vorige week reageerde hij daar best wel op. Maar hij was nu gewoon lekker te rijden, we hebben gewoon lekker rondjes in de bakken, gegaloppeerd ook. Ja, het ging eigenlijk heel erg lekker. Nu is hij lekker aan het eten. Ik had vandaag echt een mega lange schooldag. Ik zat namelijk op school van 8:30 tot en met 16:30. Dus voordat ik thuis was, was het denk ik echt pas 5:00, 16:45, zoiets. We mochten gelukkig heel ietsjes eerder weg, waardoor ik nog net mijn bus kon halen. En nog ja, redelijk op tijd thuis was. Anders was ik echt pas 17:30 thuis. Maar oh my god, I'm so excited. Want ik hoef nog maar 95 abonnees tot en met de 10.000. Echt, het is zo snel gegaan de afgelopen dagen. Ik kan het zelf gewoon niet geloven. Ik vind het zo bizar. Ik vind het zo gaaf. Echt niet normaal. Maar omdat ik morgen niet naar stal kan en het nu in één keer zo ontzettend snel gaat, heb ik dus alvast ballonnen gekocht met 10.000. Ik heb net in de tuin alvast eventjes een foto gemaakt van mezelf met de ballonnen. En zometeen ga ik nog proberen om op stal een leuke foto te maken met Dance. Ik moet alleen wel even kijken, want zoals jullie zien zijn de ballonnen echt heel erg groot. En ik moet dus even kijken of ik dan ergens ruimte heb om ze op te hangen. En dat ik er dan nog achter kan staan met Dance of zo om een foto te maken. Ik neem in ieder geval ook eventjes mijn spiegelreflexcamera mee. En dan kunnen we hopelijk een hele gave foto maken. Dus we gaan het zien. Ik ga in ieder geval nu naar stal. Het is nu iets van 7:00. Dus dan zijn we ongeveer rond 7:30 op stal. Even een foto maken. Ik ben dan heel erg blij dat het in ieder geval langer licht blijft. Want anders was het nu al donker geweest. En dan ga ik daar nog eventjes lekker rijden. We hebben net eventjes een foto gemaakt met de 10.000 ballonnen. Dat hebben we even bij de paddock gedaan. Daar is namelijk een hek en dan konden Dennis en ik daarachter staan. Ik denk dat de foto's echt heel erg leuk zijn geworden. Ik heb hem nu eventjes opgezadeld op de poetsplaats. En we gaan nog eventjes rijden. Ik denk dat we gewoon even lekker in de binnenbak gaan dressuren. Zodat hij ook zijn aandacht een beetje bij mij heeft. Ik wilde eigenlijk nog filmen dat we de ballon hadden opgehangen. Maar het ging allemaal zo snel en hij bleef zo lief staan dat het eigenlijk al heel snel weer opgeruimd was. Dus we gaan in ieder geval nu eventjes lekker rijden. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in faith.
Het is echt binnen 2 seconden helemaal donker geworden. Het was net nog mega licht. Maar het is nu ongeveer 9:15 en we gaan weer naar huis. In het begin was Des op zich best wel fijn. Alleen toen gingen er wat mensen langs de bak stappen. Want naast de overkapping zit een bospad. En er gingen wat mensen uitstappen. En toen werd Des wat drukker, want hij hoorde de paarden wel, maar hij zag ze niet echt. Dus ja, hij had een beetje spanning. Maar uiteindelijk hebben we het gelukkig wel heel erg goed kunnen afsluiten. En werd hij echt weer ontspannen. En was hij weer heel erg fijn. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En nu gaan we lekker naar huis. Ga ik lekker douchen. En dan ga ik nog eventjes een vlog editen. Inmiddels is het alweer donderdag. Ik heb gisteren niet gevlogd omdat ik toen ook niet naar stal toe ben geweest. Mijn moeder is gewoon even naar Des geweest. Die heeft hem lekker lang in de paddock gehad. En ze heeft ook nog eventjes met hem gestapt. Dus hij had een soort relaxed dagje. Vanochtend was ik helemaal in Friesland, bovenin Friesland. Ik ben namelijk met Mont daarmee geweest als model, soort van. Voor naar de Applejack en naar de Divosa om de kleding te laten zien, zodat ze weten wat ze gaan inkopen. En dat is alweer de wintercollectie voor de volgende winter. Dus dat komt ongeveer in september in de winkels. En het is echt een hele leuke collectie. Er zitten super fijne rijbroeken tussen. En ook heel veel leuke shirts. Dus ik ben benieuwd wat jullie er tegen die tijd van gaan vinden. Ik ben nu nog even lekker naar stal. Ik heb Des even gelongeerd. En nu zijn we even aan het uitstappen op het pad naast de bak. Nou, dit is echt super braaf. Veel braver dan de vorige keer. Toen wilde hij elke keer in de hoek een beetje naar binnen vallen, omdat hij daar een beetje spannend vond. Maar nou liep hij eigenlijk een stuk braver, dus daar ben ik heel erg blij mee. Goed gedaan, Desi! Ja! En ik heb trouwens nu voor de eerste keer met het Rambo Miklum Kaptoon hoofdstel gelongeerd. En dat ging eigenlijk... Oh, hij wil gras eten. En dat ging eigenlijk heel erg fijn. Ik heb trouwens ook eerst nog wat grondwerkoefeningetjes gedaan. Zodat we het gewoon... een beetje wat we bij Romy Snoetenbol toen hadden gedaan tijdens de les. En hij luisterde ook echt al veel beter. Dus dan gaan we gewoon langzaam een beetje oppakken thuis. Af en toe een beetje tussendoor wat grondwerkoefeningetjes doen. En dan binnenkort weer een keer een lesje. En dan hopen dat het steeds meer vooruitgang boekt. Ik ben nu op stal. En vorige week heb ik in de weekvlog laten zien dat ik op Payol was. Toen heb ik een heel erg leuk setje van Horka gekregen van Live & Horse Shop. En daar ga ik vandaag voor de allereerste keer mee rijden. Ik heb dus dit shirtje aan in het oranje. En ik heb er ook nog dit oornetje bij. Dit dekje. En super fijn met anti-slip ook erop. En deze oranje beugels. En daar zitten ook glittersteentjes in. Echt mega leuk. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het bij Dan zal staan. Dus ik ga hem nu eventjes opzadelen.
We hebben net lekker gesprongen en in het begin was hij me een beetje aan het uitproberen. Maar ja, naarmate we wat meer sprongetjes hadden gedaan, werd hij eigenlijk steeds fijner. Het was gelukkig heerlijk rustig in de bak. Er was helemaal niemand bij mij in de springbak. En eerst was er nog eventjes iemand aan het longeren in de bak ernaast. Maar daarna was diegene ook weg, dus dat was echt heerlijk rustig. Uiteindelijk hebben we ook een parcoursje gesprongen. Het eerste parcours waren we nog een beetje aan het zoeken naar de afstanden, maar sprongen in ieder geval wel. Alles heel erg fijn. En dat vind ik nu gewoon het allerbelangrijkste, dat we weer lekker het vertrouwen krijgen. En het tweede rondje ging echt top. Toen zag ik overal fijn mijn afstanden, hadden we ook echt een nog beter ritme. Alles ging gewoon lekker, de afstanden kwamen uit. Ja, dat ging gewoon echt heel erg fijn. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee. We hadden dat vertrouwen echt weer eventjes nodig. Aangezien we natuurlijk een beetje in een dipje zaten. Maar het gaat nu gewoon weer lekker. En volgende week... zondag gaan we weer op wedstrijd. Dan gaan we springen in Ouderkerk aan de Amstel. En de week erop hebben we een springwedstrijd hier bij mij op stal. Dus dan hebben we gewoon een soort thuiswedstrijd. Dus hopelijk kunnen we dan gewoon weer lekker springen. En dan gaan we gewoon B-rijden. En een beetje weer het vertrouwen terugkrijgen. Dizzy. Hij is een beetje aan het spelen met het paard na zich. Hij zit nu even lekker in de paddock. Zo'n hele grote paddock. Dus dan kan hij gewoon lekker zijn ei een beetje kwijt. En ook even lekker van het warme weer genieten. Ik vind het setje echt ontzettend leuk staan bij Dance. Het shirtje, het dekje en het oornetje is dus van Horka. En de beugels die zijn van H&M. Maar wil je nou ook dit leuke setje? Kijk dan eventjes op de website van Live in Horshop. Daar kan je dit namelijk allemaal kopen. En mocht je iets niet op de website kunnen vinden, dan kan je ze gewoon eventjes een berichtje sturen. Op hun website staat ook hun e-mailadres. Dan kan je contact met ze opnemen. En dan is het natuurlijk ook altijd via Instagram, via DM. Dus ik zal de linkjes ervan eventjes hieronder in de beschrijving zetten. Dus hun website en hun Instagram. Dan kan je dat eventjes bekijken. En dan kan je ook dit leuke setje aanschaffen. Het is vandaag zaterdag en we gaan een bosrit maken. Ik heb gewoon weer mijn beugels veranderd. Ik had gisteren namelijk de oranje en nu heb ik de roze, omdat ik een roze bodywarmer aan wilde. En ik heb ook eventjes mijn pavodekje, want daar zit een roze randje ook in. Dus even helemaal een roze setje, ook al wou ik dat eigenlijk Dennis niet aandoen omdat hij jong is. Maar ja, voor eventjes kan het wel. En Lotte die gaat ook gezellig mee. En ik heb mijn GoPro op, dus hopelijk kunnen we ook leuke opnames maken.
zijn nu weer terug. We zijn nog eventjes aan het uitstappen in de buitenbak. En Des deed het echt zo ontzettend braaf. We moesten ook de weg oversteken. Daar heb je wel zo'n paardenstoplicht, dus dat is ideaal. Dan hoef je helemaal niet ver te bukken. En hij gaat ook sneller op groen het stoplicht. Omdat ze dus de rekening mee houden dat er dan paarden staan. Maar ze deden het allebei zo braaf. Dat was echt heel leuk. En ik heb zelfs nog een aantal crossingdennetjes meegepakt in het bos. Ook dat deed Des echt heel erg braaf. Hij vond het echt leuk. Hij trok er helemaal op aan. Ja, het is echt leuk. Er lag nu alleen een boom, dus we konden nu alleen maar een klein rondje rijden. En de volgende keer dan gaan we nog een keer naar het bos en dan kunnen we ook een wat groter rondje rijden. Dus het was heel erg leuk. Terwijl Dance in de paddock stond, hebben we nog eventjes een tosti gegeten. En nu staat hij weer lekker in zijn stalletje. En ga ik weer naar huis. Doei! Nou, kom! Ik zit nu weer op Dance en ik stap nu op het laantje richting mijn stal. Maar dan nu de andere kant op, dus richting het bos. Ik heb gisteren heel lekker gereden in het bos. En ik had niet zo zin om vandaag heel serieus te gaan dressuren of zo. Dus ik ga gewoon nog even lekker een rustig bosritje maken. Inmiddels ben ik alweer thuis. Ik ben vandaag nog eventjes alleen met Des naar het bos geweest. Gisteren was ik natuurlijk samen met Lotte. En dat is wel heel erg fijn als je voor de eerste keer naar een onbekend gebied of naar een onbekend bos gaat. Dat je eventjes met iemand gaat die het daar wel al kent. En ik wist ook niet zo goed hoe Des zou reageren op het oversteken bij de weg. Dus dan is het ook altijd wel fijn als er een ander paard nog bij is. Maar omdat hij het gisteren zo braaf deed en het vandaag ook heel erg lekker weer was en ik de tijd had, wilde ik vandaag nog eventjes alleen met hem naar het bos. Ik merkte bij de eventing namelijk dat hij best wel misschien een soort onzeker en gespannen werd toen hij echt een beetje alleen het bos in moest rijden. En dat is iets wat we gewoon heel erg moeten gaan trainen en moeten gaan oefenen. Dat hij ook gewoon lekker ontspannen in het bos kan rijden als hij alleen is of op een plek als hij alleen is. In de bak rij je natuurlijk bijna altijd met andere mensen en het is sowieso een hele vertrouwde omgeving. En in het bos, ja, dan moet hij gewoon wat meer ontspanning krijgen. Maar dat ging vandaag dus heel erg goed. Eigenlijk had ik SGW Marklo voor volgende week op de planning staan. Maar ik heb het uiteindelijk toch afgemeld, omdat ze natuurlijk een beetje in een dipje zaten. En ik wil eerst gewoon vertrouwd een springparcours rond kunnen rijden. En dan pas weer een eventingwedstrijd gaan opzoeken. Dus we gaan nu gewoon eerst weer eventjes een aantal B-springwedstrijdjes rijden. Als het goed gaat, dan kunnen we ook weer naar het L toe. En dan daarna ook weer wat eventingwedstrijdjes. We gaan eerst nog een oefencross rijden. We gaan dus lekker eerst in het bos oefenen. En dan hebben we met Pinksteren, ik weet niet precies hoeveelste, maar ergens in mei, gaan we naar Stal Jacobs. Want daar hebben ze dan de outdoor oefencross. Dan gaan we gewoon 80 centimeter springen. Gewoon een fijne hoogte. En als dat goed gaat, dan kunnen we daarna aan het einde van het crossseizoen ook nog een aantal SGW-wedstrijden rijden. En dan hopelijk volgend seizoen misschien nog wat meer. Dus dat is een beetje nu hoe de planning eruit ziet. Eventjes een stapje terug. Niet te veel gelijk van Dance vragen. We moeten het ook gewoon rustig opbouwen. Maar het is wel heel erg fijn dat we nu dus een bos om de hoek hebben. En dat we daar gewoon kunnen trainen en oefenen. Omdat ik van de week de 10.000 abonnees heb behaald, leek het mij wel leuk om op school iets te gaan uitdelen. Eerst wilde ik zo'n grote fototaart bestellen. Met mijn foto in het groot erop. Alleen toen dacht ik, ja, het is voor 15 personen. Dus dan kom ik sowieso iets tekort. Maar als ik 2 taarten zou bestellen, dan zou ik weer veel te veel hebben. En het is ook best lastig om dan op school te moeten gaan snijden. Dan moet je weer bordjes meenemen. Heb je messen nodig. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best onhandig. En toen zag ik dat je ook gewoon van die kleine tompoesjes kan bestellen. Met allemaal los, zeg maar, een foto erop. Dus dan heb je niet één grote foto, maar heel vaak de foto in het klein. Toen dacht ik, ja, dat is wel wat handiger. Want dan kan je gewoon de tompoesje op een servetje leggen. En dan kan je hem opeten. Dus die ga ik morgen uitdelen op school. Ik ben heel erg benieuwd naar iedereen zijn reactie. Ik vind het zelf in ieder geval heel erg leuk. En ik ben er natuurlijk ontzettend trots op dat ik de 10.000 abonnees heb bereikt. Dus ik wil jullie nog een keer echt heel erg bedanken. En ik heb ook van de week, vorige week in mijn weekvlog heb ik laten zien dat ik mijn vis had. Toen heb ik gevraagd dat jullie allemaal namen wilden insturen. Hij is uiteindelijk nu ook een grotere kom. Dat had ik gelijk de dag erna gekocht. En een plantje, een zuurstofplantje. Ik vond het echt heel erg moeilijk om een naam uit te kiezen. Want er zaten super veel leuke namen tussen. Maar uiteindelijk is het Swim Fever geworden. Ik vond het wel heel erg leuk om een beetje in die fever flow te blijven. Dus ik vond Swim Fever heel erg leuk.
Dus zo heet mijn vis nu. Ontzettend bedankt allemaal voor het kijken naar deze weekvlog. Als je hem leuk vond, doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan eventjes hieronder. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!